Ik ben zo blij als het dag wordt. Dan komen de konijntjes weer en dan wordt alles weer veiliger en vrolijker. Oh, wacht even. In deze aflevering gingen we ondergrond. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode. Ik ben er weer, Stevie, ZeldaPlay20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we een vervelende ervaring mee gehad in de desert. En daar gaan we niet over praten. En hebben we wat cactus gevonden, waardoor dat wij nu cactusarmen kunnen maken. En oh ja, we hebben wat sterren opgepakt, waardoor dat we nu onze mana kunnen increasen bij 2 sterren. Hartstikke leuk! Cactus Armor, dat is daarentegen ook heel erg leuk. Want Cactus Armor zorgt ervoor dat wij meer defense gaan krijgen. En zoals ik al zei, defense is heel erg belangrijk. Nou, de Wood Helmet en alles, die kunnen we helaas niks mee. Dus die kunnen we maar net zo goed weggooien. En dan hebben we een defense van 6 in verband met een van hem. Cactus Armor, die geeft dat. En de pickaxe, ja, die wil ik zeker wel even eentje hebben in verband met deze. Die is troep. Min 1 range. Blech. Voor de rest, ja, het zwaard die geeft 9 melee damage. Deze die geeft 8 melee damage plus is legendary. Dus het zwaard, daar wou ik niet echt voor gaan. Dus ja, als we ondergronds gaan, dan gaan we inderdaad met iets meer defense. En iets meer veiligheid. Goed, ik wil heel eventjes mijn oude pickaxe gaan verkopen. Hartstikke leuk. En dan wil ik nu, ik wil heel veel vandaag... inventory heb ik trouwens ook al gesorteerd. Alles zit netjes al hier verspreid in. Potion ingrediënten, health potions, potions, ores, bars, bouwspul. Hartstikke leuk. Cactus is eigenlijk een beetje meer van het materiaal. Dus dat mag bij de materialen. De andere dingen wil ik allemaal bij me houden. Goed. Hout, die hou ik liever zo. Granaten, die wil ik... Ondergrond verwacht ik niet dat we eigenlijk zoveel zouden vinden. Ja, ik denk dat we de sparkling wand niet echt gaan gebruiken, dus... Granaten die zijn altijd handig in een dangerous locatie. Dus ja, we hebben hier al een hele mooie cave system waar we dus naar binnen zouden gaan. En we zouden ook iets hier in dit huisje hier nog kunnen maken voor een NPC. Misschien handig om daar de nurse in onze slaapkamer tot we gelijk ondergronds veilig en al kunnen spannen. Maar aan de andere kant denk ik bij mij van ja, dat klinkt allemaal wel heel erg leuk, maar het is niet echt de bedoeling dat we dat gaan doen. En nu wil ik eigenlijk dus, omdat we hier dat ondergrondse huisje hier hebben gezien, wil ik eigenlijk verder gaan exploren wat er aan die kant daar zit. Dus ik neem jullie daarin mee. En geloof me, booby traps, ze zijn gevaarlijk. Kijk er vooruit. Die kunnen zelfs de darts, die kunnen hier instant dead zijn. Dus daar willen we wel vooruit kijken. Oké, nou dit loopt lekker door. Zit hier boven. Trouwens, ik had mijn Shine Potion had ik bij me. Dus dan kunnen we mooi dat even gebruiken. Ik heb ook nog een Night Vision Potion. En cobwebs. Daar ben ik heel erg blij om. Want met cobwebs, daar kunnen wij een bed van maken. Tenminste, hoop ik. En ik zie hier een heleboel lood. En daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Want lood en nog een ondergronds huisje. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Lood willen we altijd met ons meenemen in verband met... Daar kunnen we nog heel veel equipment... Nou ja, niet echt equipment, maar daar kunnen we heel veel materialen van maken. Zoals, verschillende bouwdingen waar dat we weer andere dingen van kunnen maken. Dus. En decoratiestuff, altijd leuk. Oké, wat hebben we hier? We hebben een krabstambeeld. Ik denk dat dat zelfs een booby trap is. En dat is er even dit hier allemaal pakken. Ik zie al het gouden kistje... Dan heb je namelijk een pressure plate en dan loopt er een andere krab overheen. Hè? En dan krijg je daar, ik weet niet hoeveel van die krabben. Die vind ik niet zo mooi. Health potion, altijd meenemen. Deze dingen die vind ik ook gaaf. Deze bars. Oké, waar hebben we? Weer een cloud in een bottle. 2 defense of 4% damage. Nou, op dit moment ga ik toch liever eventjes voor de defense, sorry. Jammer dat we weer een cloud in een bottle hebben. Maar ja, aan de andere kant... beter iets dan niets. Plus we hebben nou iets meer defense. En defense is heel erg belangrijk. Is er een ruby daarboven? Ik wil die ruby hebben. Hoi. Blauwe slimes die zijn nog niet zo erg. Dus ik zei... Jullie zijn... Hoi. Volgens mij zit een ruby. Gele slimes daarentegen die zijn gevaarlijk. Hoi. Nee, waar is dat? Red pressure plate. Waarom zit hier... Oké. Waarom zit hier nou weer een red pressure plate? En hier loopt hij dood. Misschien gaat hij hier beneden verder.
Ik hoop niet dat deze snel uitsterven, want dat zal vervelend zijn dat deze dus wel. Dan knip ik gewoon heel eventjes naar voren toe totdat ik weer iets heb gevonden. Waarschijnlijk ga ik in graven of zo. Maar voordat ik naar voren knip, eventjes die gele F's hier uithalen. Hoeveel HP? 90. Hoi. Oh, net eroverheen gegooid. Hadouken. Oh, dat was niet slim. Dat was niet slim. Ik blaas mezelf gewoon op. Zagen jullie daar? Ja, dan gaan we gewoon daar even verder kijken. Ja, ik zeg al van ik knip wel naar voren toe. Maar waarom zou ik naar voren knippen? Ik bedoel, we zijn nog steeds op onderzoek uit. Hi. Oeh, 18 damage. Hi. Was ik helemaal vergeten jullie trouwens voor te waarschuwen. Ja, granaten kunnen handig zijn, maar gooi ze niet te dicht op je vijand. Want anders zul je zelf ook geraakt worden door de blast. Hi. Hi. Ga weg. Stop met mij te irriteren. Oh ja, hier hebben we al dat water. Nou ja, dat is niet erg. Dan maken wij gewoon hier even onze eigen pathway. Vergeet niet, we hebben onze shine potion nog steeds. Dus ja, laten we daar een beetje misbruik van maken. En gewoon nou even hier gaan kijken wat we hier kunnen vinden. Ik zie jullie bij een cave system. Oké, ik denk dat ik hier iets gevonden heb. Sowieso al een hele lading met lood. Al moet ik zeggen dat ik liever een eigenlijk liever andere oors vind. Maar ja, lood is altijd handig nog voor andere dingen. Dus laten we het maar gelijk gewoon meenemen. En de... Wauw, het wordt wel in één keer heel erg donker. Volgens mij is er een LPV potion uitgewerkt. Nou ja, we hebben nog altijd de andere potion die we nog kunnen gebruiken. Zit hier nog verder iets? Dit loopt ook behoorlijk dood. Er zit hier nog wat lood verder. Ik neem even dat lood mee en ik ben weer zo terug. Oké, we vinden hier tenminste nog een hele kwak met amethyst. Dat is ook altijd fijn. Hopelijk zijn het er 15, dan kunnen we een grappling hook maken. Oké, amethyst is nou niet het sterkste, maar beter één grappling hook dan geen grappling hook. En wat zit hier? Hebben we hier nou uiteindelijk gevonden? Hopelijk is het niet van een desert of zo, want daar willen we zeker nog niet in komen. Dankjewel telefoon voor dat geluid. Ik ken er een granaat op gooien. Oef. Boink. Haha, 64 damage. Daar. Oké, dan kunnen we veilig naar beneden toe. Ik bedoel, die laatste damage die ken ik hem ook wel geven met mijn zwaardje. Nee, je mag geen revenge. Geen revenge voor jou. Helaas. Pindakaas. Ik vind het grappig hoe dat het hier druppelt, terwijl dat er hier helemaal bovenal geen water op zit. Op zich ziet het er wel uit als een grote cave, maar ik zie al water en ik zie al dat het hier ophoudt. Heb ik ook glow sticks? Nee, ik heb nog geen glow sticks. This is not helping! Wij willen iets vinden! Nou ja, we hebben amethyst al gevonden, dat is al iets, dus... Oh, kijk, paas erop, hè. Paas erop! Oké. Ik zoek weer verder. Oké, op zich ziet dit er ook wel groot uit. Dus hopelijk dat hier het een en ander zit, want we kunnen hier nog verder naar beneden. Tot nu toe zijn het allemaal van die hele kleine kamertjes. Of tot er in één keer heel veel water in ligt, maar... Ik weet nog niet eens trouwens hoe diep dat we zitten, zover hier zit. Of tot er in één keer vijanden zitten die gewoon... Nee, daarachter dan loopt het ook alweer dood. Jongens, mag ik alsjeblieft gewoon een cave system vinden? Nou, dit ziet er gunstig uit. En ik heb trouwens net wat zilveroor gevonden. Nou, het waren maar twee plakjes. Maar we weten in ieder geval dat er in deze wereld zilver zit. En ik zie daar volgens mij zelfs platinum. Of is dat ook zilver? Nou ja, laten we eerst even voorzichtig naar deze kant springen. Ik zie hier een heleboel lood. Maar eindelijk hebben we wel een grote, redelijke ruimte gevonden. Daar ben ik wel blij om, want de hele tijd van die kleine kamertjes... We zitten eigenlijk best wel diep ook op het moment al. Maar de hele tijd van die kleine kamertjes, dat is gewoon irritant. En ik zie hier onder al water liggen, dus dat gaat alweer niet gunstig de kant op. Maar we hebben hier in ieder geval iets. Dus ja, kun je altijd geluk hebben. Ik bedoel, we hebben heel veel geluk gehad in de eerste aflevering. En grappig hoe dat we kunnen zien hoeveel enemies dat er neerbij zijn. Dus ik bedoel, ik vind de map... Hij is handig om te hebben, maar als je dus op 27 speelt, ja, dan speel ik liever toch niet met een map. Dus dan zie ik liever wat er op me afkomt. En volgens mij is het echt... Ja, platinum!
Nice. Oké, dus we hebben platinum. Goud vind ik trouwens zelf persoonlijk mooier, maar platinum vind ik ook wel leuk. Dus we hebben zilver, platinum en in plaats van iron hebben we dus lood. Nou, dat is altijd handig om te weten. Dus hoe meer dat we hiervoor kunnen minen, des te blijer dat ik ben. Want misschien kunnen we dan nog gelijk voor een platinum pickaxe gaan. En ik zie een heleboel daar onder die miner zitten daar. Dus misschien dat hij zelfs een helm dropt. Want daar heb ik nog niet uitgelegd. Mijn vijanden hebben de kans tot hun item droppen. Of een item als ze die zouden droppen. Ik zie trouwens nog boven wat amethyst liggen. Dat wil ik ook even meenemen. Maar in expert mode hebben ze dus een grotere kans om dat te droppen. Dus ja, dat is wel heel erg fijn. Ik bedoel, oké, het is niet een hele grote increase. Maar nou ja, het ligt eraan wat voor item dat je zoekt. Bijvoorbeeld zoals we weten van de andere let's play. Van de let's play van multiplayer. Daar hadden we bijvoorbeeld Erik en Erwin. Daar waren we op zoek naar een nymf. En die nymf, die kan dan een hoe noem je net? Zo'n metal detector kan die droppen. Maar ja, er is maar 50% kans voor. Als je die, zeg maar, killt. In expert is het 100% gegarandeerd dat die hem dropt. Dus nee, die willen we niet breken. Want er komt altijd water over ons heen. Dus ik moet daar wel een beetje voorzichtig zijn. We verzamelen in ieder geval veel steen. Dus daar ben ik wel blij om. Maar we weten dat daar een heleboel aan die kant er aan de achterzijde zit. Plus ik zie daar nog wat zilveroor zitten. Dus laten we gewoon die kant maar opminen. En we hoeven niet echt bang te zijn voor skeletons. Want we hebben onze speer. En die houdt ze wel mooi op afstand. Dus ja, ik denk dat we wel safe zitten. Voorzichtig. We komen er dichterbij. Trouwens, dankjewel dat je eventjes de boel hebt verlicht. Nou komt hij wel heel erg dichtbij. Afstand houden, gij. Volgens mij kunnen sommigen met botten gaan gooien. Daar wil je dus ook voor uitkijken. Maar volgens mij heeft deze geen extra aanval. Dus kunnen we hem lekker met onze speer makkelijk neerhalen. Hoi. Het enige nadeel is, de speeranimatie gaat door muren heen. Maar dan telt dat niet dat je hem raakt. Dus daar moet je wel voorzichtig voor zijn. Ga nou eens neer. Dankjewel, meneer Skeleton. En dankjewel voor je bom. We hebben een bom gekregen van hem. Oh, het was geen sticky bom. Nymf! Nu al een nymf. Oh, dat is heel gunstig. Die mag niet weer spannen. Oké. Dit moeten wij heel slim aanpakken. Ik denk dat ik dit met bommetjes zelfs ga doen. We hebben 24 granaten. Nymphs die zijn namelijk heel erg gevaarlijk. Zeker in expert mode. Dus Lost Girl, 500 HP. Ja, daarom juist. Zubat, ga eventjes aan de kant. Oké. Jij blijft op afstand. Hoeveel HP heeft hij? 600. Hier, zelfs Lost Girl die liegt tegen mij. Oké, nou die gaan we gewoon dus neerhalen met granaten. Want die geeft ons dus gegarandeerd een item die we kunnen equippen. Maar ook nog eens een keertje waardoor dat we kistjes en hardcontainers kunnen vinden. Dus ja, die willen we zeker hebben. Zorg dat ik je rustig opblaas. En een item finder. Hard medical. Is dat defense? Dat is één defense. Nice. Weer een defense erbij. Dus, oh, er is een life crystal zelfs hier in de buurt. Maar ja, het nadeel is, ik heb geen spelunker potion. Ik heb nog helemaal niks. We kunnen zelfs nog niet eens iets zien. Dus die bom is maar eigenlijk goed dat we die gebruiken. Want we hebben namelijk ook nog niet de red creature counter dinges of iets in die trend. Dus, dit ziet er heel gunstig uit. We hebben gewoon een nymph gevonden. Wauw. En die hebben we nog eens veilig, heel veilig neer kunnen halen. Want nymphs die zijn dodelijk. Op het moment dat je geraakt wordt een nymph. Volgens mij konden die nou 80 damage doen of zoiets. In één klap. Oh, en daar hebben we dan booby trap waar we uit voor willen kijken. Booby traps die doen dus 60 damage en de poison damage die gaat heel lang door bij deze. Nou ja, we kunnen hem in ieder geval gelijk neerhalen. Dat is alleen maar een voordeel. Dan vraag ik mij af waar dat die life crystal zit. Want ik wil eigenlijk best wel die life crystal vinden, maar is er ook een vallende steen? Nee. Wel nadelig dat we hier alleen maar van die kleine dingetjes vinden. Dus op zich, ik ga weer even zoeken naar een cave system of iets. Dus ik kan niet geloven dat we gewoon al... Zit hier misschien die life crystal? Hallo? Nee? Er zit wel een slime. Ga aan de kant. Ga weg. Het is fijn dat er een life crystal in de buurt zit, maar als je niks ziet... En dan zou je wel blij zijn met een spelunker potion of zo, maar die hebben we dus helaas niet. Ik ben terug in de seconde.
Oké, jongens, ik heb iets gevonden. Ik zie een huisje en hij zegt dat er een life crystal dichtbij is. En hij zei net ook al dat er een chest in de buurt was. Maar ja, het huisje gaat natuurlijk voor. Volgens mij zit zo'n bommenwerper of zo'n bottengooier. Hoi. Ik ben bang voor jou. Oké, weet je wat? We gaan gewoon. Ga jij gewoon aanvallen? Oké, op dit punt reageert hij eerder nog op de hardcontainer dan op het kistje. Dus dat wil zeggen dat de hardcontainer extreem dichtbij zit. Tenminste, dat denk ik dan. Want waarom zou die anders nou niet op het kistje reageren? Ik zie daar een pressure plate. Dit even meenemen. Ik ben echt heel voorzichtig, jongens, want voor je het weet gaat het heel erg fout. Eens even kijken. Oeh, wacht even. Dit is een powercack ding. Daar kunnen we, als we een pinky slime vinden, kunnen wij daar zelfs nog een ding van krijgen. Zo'n, hoe noem je het? Dat de life crystal naar boven? Nee, ik zie nergens de life crystal, helaas. Maar goed, zo'n ding die is altijd handig, want daar kunnen we namelijk molotovs van maken. Dus die wil ik zeker eentje meenemen. Wat hebben we? Een enchanted boomerang en alvast een suspicious looking eye. Kan handig zijn. De speer die houdt ons eigenlijk op. Maar ja, dit ding dat heb ik geprobeerd, maar dat werkt niet helaas. We hebben toch wel weer een kistje erbij en deze zijn altijd leuk om mee te nemen. Misschien ook wel zo'n ander ding. Ik denk nog steeds dat er een life crystal in de buurt zit. Maar waar zit die dan? Zat er ook een spelunky potion in? Ja, twee zelfs. Weet je wel, we gaan gewoon een spelunky potion gebruiken. Hoppakee. Dan gaan we eens even kijken waar die life crystal zit. Onder water. Bij een skeleton. Hebben we nou glow sticks? Nee. Oké, hoe ga ik dit aanpakken? Die life crystal die hebben we zeker nodig. Ik heb nog die night owl potion, dus... Dan hebben we een beetje extra night vision. Oké, dit werkt goed. Plus dat ding heeft licht ook nog eens in de keer. Dus dat is alleen maar gunstig. Nee. Nee, denied. Oh, deze keer mijn bonen gooien. Zie zijn hand, maar je ziet zijn hand gewoon al de goede... Of die richting opgaan. Dus dat is gevaarlijk. Oké, nou, we hebben in ieder geval een life crystal. Er is er nog eentje nearby, zegt hij. Dan hier toch ook eentje ergens. Maar oh, daaronder. Een silt. Silt is altijd handig. Licht graag, dank je. Silt nemen we ook maar eventjes gelijk mee. Want met silt... Als wij een extractinator vinden, dan komen we nog op weg. Dus... Nou wordt het een beetje aan de interessante kant eindelijk. Oh, hoi. Kun jij misschien een scheetkussen geven? Die zijn leuk. Kom hier, dan sla ik je eventjes. Heb je scheetkussen gedropt? Nee, hè? Ah, jammer. Oké, nou, weet je wel, dan gaan we gewoon zo snel mogelijk richting richting die hardkristal. Eventjes hier even wat lichtsoors, altijd handig. Twee hardkristals bij elkaar! Oh, trouwens, waarom gebruik ik hem nog niet meteen? Hop. We hebben een metal detector die ons ook nog eens een keertje helpt met. En oh, ik zie er een kistje. En dit is weer een huis. Oh jongens, we hebben een jackpot hier. Wacht even, is dit niet een ander huis? Of is dat kistje gewoon verkeerd gespand? Dat kan natuurlijk ook. Wauw. Jongens, dit is heel gunstig voor ons. Nou, voor jou hoeven we niet bang te zijn. Even hier eventjes licht. En... Willen we een anvil statue? Ja, altijd leuk. Dan hebben we deze even gelijk. En dan hebben we nog hier die chest. Magic mirror! Oh, wat ben ik gelukkig. En er is nog een chest nearby. Oké. Wacht, oh, er zitten daar heel veel oors daarboven.
Ja, nou is het keuzes maken. Weet je wat, we kijken eerst eventjes wat er beneden zit en daarna gaan we daar wel naar boven doen. Want we hebben nog 2 minuten plank, geloof ik. Dus ik zie daar al de potjes, dus ik denk dat het huisje daar al onder zit. Tenminste, dat hoop ik. Ik zie daar iets kruipen, creepy. Ja, daar zit het kistje al. Oké, dus we hebben al een magic mirror. Dat is alleen maar gunstig. Dan kunnen we al die recall potions kunnen we al verkopen. Jongens, we zitten nou op een jackpot niveau. Ik weet niet meer hoe gevaarlijk dat die beesten waren, maar dat wil ik niet uit gaan proberen. Dus ik wil wel voorzichtig wezen. Laat ik eventjes daardoor gelijk even deze eventjes innemen. Dat is het voordeel van een grapplinghoek. Dan kun je tenminste bovenaan hangen. Dan kun je gewoon zo lekker... Nee, nee, ik raak jou. Oké, okay, nou, enchanted boomerang dan maar. Kan dan. Kan dan. Dat ding heeft gewoon 100 HP, zeg. Nee. Ga neer. Zie je. Meewerken, dat wil die ook niet. Oké, okay, nou, we hebben hier. Oh. Daaronder hebben wij zelfs zo'n silk ding. Zo'n, nou, dan hoeven die ook al niet meer te maken. Nog een cloud in de bottle. Wat heb jij? 3% damage. Ja, leuk voor je. Degene die we hebben is eigenlijk al een stuk beter. Dus, oké, okay, nou zegt hij dat het platinum neer is. Dus er zijn geen hardcontainers of iets meer in de buurt. Het is wel jammer dat hij niet reageert op dit soort dingen. Want dit soort dingen zijn ook enorm handig om namelijk bij je te hebben. En oh, mijn inventory zit vol. Booby trap die kan weg. One sandblock die mag weg. Shieldblock moeten we houden. Suspicious locking iron moeten we houden. Glowsticks hebben we zeker nodig. Bugnet hebben we nodig. Nog een night owl potion. Waarom ook niet? Nou, we hebben nog... Oh nee, Splanker is nou ook afgelopen. Ik weet toch wel een beetje uit mijn hoofd waar dat zat. Dus ik ga kijken of ik het uit mijn hoofd kan vinden, jongens. Ik ben terug in een ouw. Jongens. Auw. Stom beest. Ik wil eventjes naar die cave toe. Dus ik wil zeggen, ik ben terug in een seconde. Ga jij me vervelen? Je kunt langskomen, maar ik blijf minen. Ga je ook van dood. Lekker puh. Oké, eventjes hier even wat licht maken. Want ik weet dat hier helemaal naar boven was. Dus ik ga je gewoon naar boven toe minen en ik hoop het daar te vinden. En hopelijk dropt hij een schipkussen, want die is leuk. Oh, ik moet uitkijken, want er zit daar silk. Als je silk op je hoofd krijgt, dan doet dat ook best wel veel schade. Dus, en ik word echt best wel hard gepoond. Ik heb nog van die 100... Ga dan, ga je eens neer. Stom beest. Hop. Uitkijken. Hij is neer. Nou, ik zie jullie in de seconde. En hier is die Emerald Cave. Met diamonds. En volgens mij ook heel veel toppen zie ik hier overal. Dit zijn echt hele mooie caves die je dus zeg maar kan vinden. Er zit echt heel veel oor in verborgen. En ik vind het grappig hoe dat hij dus wel rekent van... Kijk eens, er zit dit en er zit dat. En de achtergrond is ook heel mooi trouwens. Maar tot hij dus wel reageert van, ja, er zit hier toppen of er zit platinum in de buurt. Maar dat hij dus totaal niet reageert op alle stenen en emeralds die je hier kan vinden. Vergeet niet, daar kunnen we ook enorme handige items van maken. En als we een diamond hookshot kunnen maken, wauw, dan zijn we een heel blij konijntje. Dus even kijken, we hebben heel veel toppes, heel veel diamond. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om, deze cave die is geweldig. Ik zou trouwens alvast eventjes de Magic Mirror even naar boven halen. Diamonds. Waar, ik zie de top, hè. Waar is de diamond? Ah, daar. We zitten al bijna op 15, dus we kunnen er bijna een hoekshot van maken. En dat wil ik zeker gaan doen. Hi. Nou, misschien is het even handig om even een plateau hier neer te zetten. Poink, poink. Tenminste even wat fijne mijnen. Dat is ook heel erg fijn om een cactus pickaxe trouwens te maken. Zodat je range gelijk ook weer eentje omhoog is. Want de koper pickaxe die geeft namelijk minus 1 range. En dat is altijd bij een koperen pickaxe. Dus dan wil je zeker vooruitkijken tot je die niet vergeet. En dan wil je zeker vooruitkijken. Ik denk dat dat mijn zinnetje is hier in Terraria. Expert mode. Ik bedoel, ik weet dat het gevaarlijk is. Maar oh, net zoals die lizard. Ik hou niet van de lizard.
Ik denk echt dat we hier een diamond... Oh, we gaan met een dijk... Een duikland. Stoutland! Duikland! Ik weet zeker dat wij voor een diamond grappling hook gaan. Ik zie nog één diamond liggen en die wil ik ook hebben ook. Dus kom hier. Ik weet dat er platina erbij is, maar dat boeit me nog geen ene neus. Plus mijn inventory die zit al heel erg goed vol en oké. Okay. Die lizard. Gaan we de confrontatie ermee aan? Oh, moet niet. Hoi. Ik denk dat ik hem aan kan. En mijn laatste woorden waren. Ik denk dat ik hem aan kan. Hij kan namelijk met goose schieten. En daar wil je dus uit van kijken. Oké, okay, blijf hem aanvallen, blijf hem aanvallen, blijf hem aanvallen. Kan ik geen goose schieten? Oké, okay, mooi. We hebben hem. Ik denk dat we terug gaan naar de oppervlakte. Ik denk dat we het zeker nou wel goed voor elkaar hebben. Want we moeten sowieso beginnen aan een bed te maken en een oorspronkelijk huis. We hebben leuke dingen gevonden. Dus, ja, oké, okay, we hebben nog geen running boots of zo. Maar, ik bedoel, we hebben een nymf. We hebben gewoon een... Ik denk dat ik daar ook de thumbnail van ga maken. Gewoon dat we daar heel dicht bij die nymf zijn of zo. Ik weet niet. Moet ik er wel even over kijken. Maar goed. Ik denk dat we dus nou een grappling hook kunnen maken. En dat maakt er een heel blij konijntje. Want dat maakt het zoveel makkelijker om te exploren. Zeker een expert. En we hebben pas twee deads. Dus echt verkeerd doen we het niet. Ik ben echt heel erg nieuwsgierig naar wat we allemaal wel nou niet kunnen maken. We kunnen een large diamond voor capture the gem. Leuk. Maar we kunnen een diamond hook maken. We kunnen een topaz hook maken. Dan gaan we zeker voor de diamond hook. Want dat is de langste die we dus op dit moment kunnen maken. En we houden dan zelfs nog wat diamonds over. De topaz die bewaren we dan nog wel heel eventjes. En... Oh, frick, nee. Ik ben zo terug. Sorry daarvoor. Ik was heel even vergeten dat op het moment dat jij iets in je hand hebt... jij dat automatisch per ongeluk gebruikt. Ah, oké. Okay. Nou, we kunnen hier in ieder geval het een en ander nou maken. Sowieso kunnen wij platinum bars maken. Altijd handig. Dan maar even zo. Zilverbars die hebben we toevallig al, dus dat is alleen maar gunstig. Wauw, daar kunnen we er eentje van maken. Wauw. Top. Geweldig. En van lood denk ik dat we een beetje te veel kunnen maken. We kunnen zelfs een koperen maken, maar daar heb ik geen zin in. Hoppakee, 48. Die is wel helemaal leeg. Hartstikke fijn, hartstikke handig. Oké, okay, nou, de upgrades die we dan kunnen maken, dat is niet echt zoveel. Oké, okay, we hebben wel grote health potions gevonden. Daar ben ik wel heel blij om. Maar waar ik dus nu mee zit, is denk ik dat we dus zilver... Kunnen we wel een zilver boven maken? Nee, damage. 4. Zilver broadsword 11. 8. Nee, een zwaard vind je nogal snel. Platinum, daar willen we de pickaxe van maken. Dus we moeten zeker nog veel meer platinum gaan vinden. Maar ik denk dat we voor een geüpgraded bow gaan. Dat lijkt mij wel het beste. Oh, nee. Waarom heb ik hem niet gemaakt? Zo, we hebben hem nou. Als slijm van de sky gaat vallen, dan hebben we een heel erg groot probleem. En hoe ben ik er binnengekomen? Even de deur dicht. King Slime die kan namelijk nu spannen als wij te veel slimes gaan verkillen. En dat kan nogal problematisch zijn. Ik ga heel eventjes snel, doe eens heel eventjes iets. Eventjes deze even hier neerzetten. Poef, 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 poef. Gaan we in overtime? Maar een klein beetje kan geen kwaad. Vooruit dan. Oh mijn god, moet je kijken hoeveel slimes. Ik denk dat de King Slime namelijk nog niet aan kan. Oh boy. Sterker nog, ik kan er niet eens natuurlijk armen maken, dus... misschien handig om dit met een ander wapen te doen. Maar ja, deze die heeft piercing, dus daar kan ik meerdere tegelijkertijd mee raken. Achtje. Dit is niet echt het event waar ik nu op zit te wachten, jongens. Deze aflevering gaat in overtime. Ik bewaar dit voor de volgende aflevering. Ik mocht het zo... Jee, ik mocht het tennis.
Nou ja, misschien kan er een pinkie spannen. Dan kan ik molotovs maken. Maar goed, ik bewaar dit voor de volgende aflevering. Heb je een leuk zo'n momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play Terraria. Of Let's Play... Oh boy, oh boy, oh boy. Ik wil mijn outro doen. En dan doe ik de deur dicht. En dan kan ik gewoon heel eventjes tussen afleveringen doorgaan. Dus, ah, dit gaat fout. Heb jij een spelankenpotion in je? Geef. Dank je. Oké, nou wil ik zo snel de deur dicht doen. En dan kan ik deze aflevering afsluiten. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Doei!